Och, kijk eens daar shine, jongens. In de vroege ochtend. Wat een mooie auto. Goedemorgen, goed dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is dan eindelijk de dag. De keuken wordt gemonteerd. Gisteren is hij geleverd. Oh, hij ziet er echt prachtig uit. Ik heb sommige stukjes kunnen een beetje zien door de verpakking heen. Ik ga hem jullie gelijk laten zien als ik aankom. En dit wordt echt grandioos vandaag. En niet alleen de keuken. Eigenlijk ben ik nog meer... Het is gewoon omdat ik voetbalfan ben. Maar eigenlijk ben ik nog meer verheugd op vanavond. Want vanavond speelt Nederland tegen Oostenrijk. En ik ga gewoon daarheen. Ik heb daarnaast ook nog een pakketje in de achterbak gedaan. Waarvan ik weet dat sommigen van jullie dat echt fantastisch vinden. Dus blijf vooral kijken. Wat vind je van mijn nieuwe auto, jongens? Vind je mooi? Nou, het aftellen is begonnen hoor, want het is 7:30 en ze zouden hier om 7:30 zijn. En jullie hebben allemaal natuurlijk in de vorige video kunnen zien hoe mooi mijn vloer is geworden. Hier ligt al verlichting. En ik vind verlichting echt onwijs belangrijk in mijn huis, want mijn vader zit in de verlichting, dus dat moet natuurlijk echt kloppen als een bus. En waarom ze dat altijd zeggen, weet ik niet. Want klopt een bus dan altijd of zo? Nou goed. Alsof een bus altijd op tijd is. Die gaan meestal nog te vroeg weg ook. Hier achter mij staat hetgeen wat ik vandaag hopelijk hier zie verdwijnen in deze ruimte. Want het is nu één grote type chaos. Kijk, je ziet hier de binnenkant van een kast. En zie je die houtnerf? Oh, dat wordt dus de buitenkant van mijn keuken. Niet Dora die uit deze doos komt, maar het is Bora. En ik wil even een plaatje zoeken van wat het is. Ja, kijk. Dit is wat hierin zit. Bora Adventures. Dat is dus een inductiekookplaat met een afzuigingssysteem erin. Niet erboven, maar erin. En ik hou van alles wat erin gaat. Ik zweer het, dat is wel echt top. Want dan heb je dus geen lelijke afzuigkap meer. Volgens mij is dit de ovenvaatwasser. Het hoogtepunt van de keuken is gewoon zichtbaar. Is gewoon zichtbaar. Moet je kijken? Nee, moet je echt even goed kijken. Even stoppen met wat je aan het doen bent. Even goed kijken. Dit is het blad van de keuken. Oh. Nou, toen dit gisteren binnenkwam, toen dacht ik echt, holy cannoli. Dit is de wasbak. En dat is gemaakt van dezelfde fucking steen als het blad. En de achterkant, die tegen de muur aan zit, is ook dezelfde steen. Dus alles in dezelfde stijl. Het is zo ontzettend jammer dat ik zoveel geld heb uitgegeven aan een nieuwe keuken en er gewoon nooit in ga koken. Maar ja, goed. Nou, waarom heb ik het eigenlijk gedaan? Ik kan ook wel andere dingen verzinnen van 15.000 euro die leuk zijn maar te kijken. Goed, Nick, hou het even positief vandaag. Ja, de mensen die hier de keuken moeten gaan monteren zijn 4 minuten te laat. Het is nu 4:30. Misschien komen ze nog later. Afhankelijk van hoe laat ze komen, hoe hoger de straf wordt. Hallo! Goedemorgen. Ze had een hele zwoele stem. Maar ze keek me aan alsof ik een van de kutvlogger was. Kijk hier ook in de kast. Waar ik allemaal mensen ga verstoppen. Ik bedoel, allemaal voorraden ga neerzetten. Ik heb ze ook allemaal mooie plietjes, denk ik net. Maar goed, overal look van de vloer. Geef even jullie mening in de comments. Ik moet nog ontbijten, want ik heb de laatste tijd last van ochtendmisselijkheid. Ik heb gegoogeld wat dat betekent als je elke ochtend misselijk bent. Het betekent dat je zwanger bent. Fuck. Allermooiste van mijn huis op dit moment vind ik dat er geen deur zit in het toilet. Dus als je hier zit te scheiden, heb je gewoon een prachtig uitzicht over het Spaarne. En zit iemand in die auto echt vol naar me te kijken. Denk ik, gadver, zit die gast van te kijken terwijl ik daar sta? Ja, rij maar snel weg. Ik ga jullie gewoon echt een keer schijten. Nou, ik ga gewoon nu schijten. Ik moet nu schijten. Het is tijd om jullie te gaan laten zien wat de verrassing is die ik voor jullie in mijn achterbak heb liggen. Bereid je voor op een verrassing die je nooit gaat vergeten. Zo, die auto is ranzig. Had je jezelf moeten wassen. Je komt gewoon op de video. Schijt aan jou. Het ligt hier in de achterbak. Het is een grote doos. Het merk is Philips. Het is namelijk een... stofzuiger! It's nice to be home. Ik zei dat de mensen van de keuken straf zouden krijgen en dat die hoger zou worden elke keer, elke minuut dat ze laat zouden komen. En raad eens, we zijn 1:15 verder. Dus hoe grote straf gaan ze krijgen? Echt een hele grote straf. Daar hij is. Hij staat met zijn bus voor mijn auto. Ik heb hem net even aan zijn jasje getrokken. Ik zeg, waarom ben jij zo te laat? Hij zegt, dat komt omdat ik wat op moest halen bij
keukenseal omdat ze niet hadden gezegd dat er nog wat op de zaak lag. Dus hij moest nog een keer terugrijden. Dus vandaar dat hij zo laat is. Dus hij krijgt geen straf. Ik ben heel even naar buiten gelopen. Want ik heb even aan hem gevraagd of hij wel op de film wil. En die wil dat nou niet, maar hij wil dat dus blijkbaar niet. Nou, heel irritant. Ik wil gaan vastleggen hoe hij de keuken aan het monteren is. Hij is al begonnen. Hij heeft dan een paar dozen uitgepakt. Er zijn altijd wat dingetjes, miscommunicaties bijvoorbeeld. Ik heb stopcontacten in de muur, maar die zitten, en daar moet een marmeren blad tegenaan. Maar er zit geen gat in dat marmeren blad. Oftewel, dat moet dus nog gezaagd worden. Nou goed, hij zegt het komt wel goed. En er was nog iets met een kraan dat niet goed was geregeld. Life is full of unexpected things, but the good thing is always keep your head up. Maar goed, hij wil dus niet gefilmd worden, dus ja, het kan zijn dat ik een beetje rare beelden maak af en toe met hem daar afgesneden. Maar dan weet je dat. Het eerste kassie staat erin. Chef, even, dit gaat zo dik worden. Kijk dan, je straks niet kijken. Dit is echt de meligste appel die ik ooit in mijn leven heb gegeten. Mag wel biologisch zijn, maar hij is niet te vreten. Gadverdamme. Oh jongens, het volgende stuk gaat in de mis. Het past precies. Of precies niet. Nou, het ging allemaal hartstikke goed. Hij zei dat de nis goed was gebouwd. Maar wat blijkt? Wat blijkt? Wat is daar? Hij is niet waterpas. Dus die hele fucking kast past niet. Ja, dus hoe gaan we dit oplossen? Die kast kunnen we vergeten. Die staat er nu soort van half in. Die gaat nooit inpassen. Maar de stucadoor komt vanmiddag. Jeffrey heb je natuurlijk ook allemaal gezien in de vorige video's. Die komt even langs om het te checken. Ik kan letterlijk zien op deze foto. Dit is het bovenste gedeelte. Zie je dat er een heel klein beetje stucwerk is. En onder zie je dat er gewoon een dikkere laag stucwerk zit. Dus de muur is niet waterpas daardoor. Dus stucwerk moet er uitgesloopt worden. En dan opnieuw gedaan. En dan gewoon heel dunnetjes. En dan kan de kast erin. Mam. De keuken kan gewoon niet afgemaakt worden nu. Dus ik wil een filmpje maken dat de keuken af is. Dus misschien duurt de video langer dan één dag. Want ja, ik wil natuurlijk wel gewoon de video afmaken. En dan echt het eindresultaat aan jullie kunnen laten zien. Wie is er langsgekomen? The one and only. Laat ze even zien. Wat hebben we buiten ontdekt? Nou, we hebben buiten ontdekt dat deze hop, die jouw moeder zei, een hop is, maar een passiebloem. Passiebloem? Ik heb gehoord, maar dat moet je maar eens even horen van jouw volgers. Of het zo is dat de passiebloem maar één dag bloeit en dat er dan weer een nieuwe komt. Nou, we gaan hem nu even laten zien. Zo wordt dus straks deze hele boom. Doei Jopie. Later. Oeh la la. Gaatje. Kijk, je ziet hier een draadje lopen. Want hier zit een lampje onder die hele lijn. Dat is echt dik. Kijk dan, het zit erop en het voelt zo lekker glad. Dat is echt fantastisch. Hij heeft er overal in geflikkerd. Volgens mij zit hij nog niet vast. Ik durf niet open te maken in ieder geval. Vaatwasser zit er al in. Alright guys. We hebben net het achterbord erop geplakt op de muur. Fucking dik. Oh, heerlijk om te zien. Om vanavond het stadion in te mogen voor Nederland-Oostenrijk moet ik natuurlijk wel getest worden. En dat ga ik nu doen. Jij gaat een stok in je neus doen. Ik heb er zin in. Heb je hem liever in je neus of heb je hem liever in je reet? In mijn reet. Wil je ook lekker zo'n stokje zeg maar door je plasbuisje heen? Beetje ongemakkelijke situatie, want Vincent kent hier iemand die hier werkt en die heeft hier seks mee gehad. Ja, ik heb ooit een stok. Dag Lisa. Nou, daar gaan we. Testen voor toegang. Ja, ik ben al klaar, Jopie. Waarom ben je aan het janken? Ja, ik ben gewoon zo emotioneel. Onder. Omdat je ex tegenkomt. Ja. Oh, ze loopt ook gelijk weer weg. Heel goed hoor. Super, dat was hem. Kijk, het is toch nog toe goed gekomen. Ik denk dat ze weer terug bij elkaar komen. Wat denken jullie? Kijk, op beeld lijkt het niet heel vies, maar hij is echt fucking ranzig, hè? Hij is heel goor. Omdat hij gewoon wit is. Dit is echt disrespect. Dit is disrespect aan je auto. Oh, laat eens zien hoe je auto eruit ziet dan. Ja, dit ziet er echt goed uit, man. Ja, maar nee, maar dat telt niet. Ja, dit ziet er echt goed uit. Krassen hier, prachtig. Ik heb de uitslag binnen! We zijn getest, we zijn allebei negatief. En Vincent ga ik even het huis laten zien hoe de keuken er nu uitziet. Hey, dit shirt hebben we dus gekregen voor vanavond. Alle handtekeningen staan erop. Shoutout naar Coca-Cola, want die heeft dit aan ons gegeven. Hoe staat de keuken ervoor? De kraan zit erin! En de bovenkastjes. Wauw, joh, kijk. Gouden kraan. Kijk eens. Ga je dat houden? Ja! Niet verpesten, niet. We are going on a summer holiday. Kan die los? Ja. Wauw. Goed gedaan, Niek. Bedankt. Okay. Jeffrey is langsgekomen, de stucadoor, en die gaat het voor ons oplossen.
Die gaat eventjes checken wat hij mis is gaan met stukwerk. En dan gaat hij het even opnieuw maken. Dunner aansmeren. Kast. En perfect in post. Jeffrey gaat het morgen repareren. En we hebben zojuist de koopplaat bevestigd. Dit is wel echt het nieuwste van het nieuwste. Dit haal je er zo uit. En dan kan je deze... Dit is gewoon een filter. En die flikker je gewoon in de vaatwasser. Dat is dan je afzuigkap. Nou, Gunther is ook even langsgekomen. Gunther, wat vind je ervan? Mooi. Ja? Ja, ik vind het prachtig. Wat vind je van mijn snor? Moet hij eraf of moet hij blijven? Ja, ik vind hem mooi staan. Daar is hij weer hoor. Volgens mij heb je mij weer besteld. Ja, hè? Hij heeft gisteren ook de keuken afgeleverd. En nu komt het bankje en het bed, toch? En het bed, ja. Hij ziet er niet uit. Nee, het zijn allemaal haren van de kat van Gio. Jeetje. Dit is het bed van Gio, dames en heren. En al die kattenharen van Sniff en Snie zitten hier allemaal nog op. Ik wil deze topper echt even bedanken, want eigenlijk had ik met hun afgesproken dat ze het gewoon buiten neer gingen zetten. Maar ze zetten het voor mij even gratis binnen neer, dus dankjewel. Oh shit! Ja, hier zit dus een tv-lift in. Oké, guys, dit is hoe de keuken er vandaag uit is gaan zien. Dat had gewoon af moeten komen, maar door die super stomme nis die net niet past. Past het niet en is de keuken gewoon niet af. En ook de plinten zijn niet meegeleverd, dus nog een ander foutje. Zoals dit. Ik had namelijk een gouden petje. Maar ja, dan hebben ze alleen dit goud gemaakt. En dit niet. Dus dat moet opnieuw. En dit is ook niet goud, dus dat moet ook nog goud worden gemaakt. Ze komen sowieso nog terug, want er zat ook hier een klein barstje in het marmer. Maar voor de rest, super blij met deze oven. Die ik denk ik het meest ga gebruiken. Vaatwasser. Gloedje nieuw. Helemaal blij mee, guys. Nou, doeg huis. Op naar Amsterdam. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit. Dan is het boy. Oh ja. Ja, ja, dat moet je nu echt. Jij hebt echt verkeerd uitgekozen vandaag. Hey jongens. Mag ik maar twee mensen meenemen? Waar ik zelf in een film. Ja, maar oké, ik kan gebeuren. Ik zou het doekje pakken. Nee, maar dit is alleen maar goed. Hij wil net zeggen dat het goed ging. Ja, ik wil net zeggen dat het goed ging. Maar dit gaat ook goed. Danny, 3, 2, 1, gassen! Doei! Hij heeft zijn uitlaat veranderd. Nu maakt het geen geluid meer. Stijn is er helemaal klaar voor, jongen. Kijk het shitje. We hebben heerlijk gegeten. Echt fantastisch. Maar we moeten een beetje haasten naar het stadion. Want we hebben een tijdslot gekregen in verband met corona. Dus we moesten er echt wel heel vroeg zijn. De wedstrijd begint om 9 uur. Moet er eigenlijk om 6:30 zijn. Maar het is nu al 6:45. Dus we zijn lekker op tijd. Voelie in het oranje. We kwamen ook hier aangereden. Iedereen heeft oranje kleren aan. Kijk, wij hebben wel die speciale handtekening editie. Super lijp. De camera mag niet mee naar binnen in het stadion. Dus die laat ik in de auto. Dus ik ga de volgende beelden even met iPhone filmen. Maar het wordt episch. Ik heb er zoveel zin in. Woeie! Jeetje, we lopen bij het stadion, Pik. Maar echt, ik heb het nog nooit meegemaakt. Iedereen oranje. Maar ja, dat is natuurlijk als je nog nooit naar het oranje bent geweest. Fuck lijp. Top. Ik ben zo zenuwachtig voor deze potten. Ik weet niet hoe. Ik voel gewoon zo'n halve finale. Rustig aan. Je bent zweterig, jeetje. Ja, we zijn alweer in een stadion. Iedereen is al te zweten. Oké, kom, we gaan het stadion checken. Ben je nou een beetje aan het zweten? Een beetje maar hoor. Zo gat. You're from Austria, right? This is right, yes. Did you came on holiday or just for the... Just for the match. Yeah, and we will win 2-1 against Netherlands. You gotta win, you gotta win. Yeah. Zo slecht. We gaan naar de aftrap. Kijken! Ah, kijken! En op die! Yankee, shirtje ruilen. Ja, goed idee.
Goed idee, we gaan hem roepen, we gaan hem roepen. Oh, hij loopt door. Hij loopt door. Ja, ja, ja. Zo heeft een vriendje gemaakt vanavond. Picture together. 3, 2, 1, appetij. Ja, leuk. Ja, ga lekker naar huis, Oostenrijk, en verloren. Daag. Oh, wat zei je nou, Bas? Hij zei, fuck you. Hij zei, ik wil je graag pijpen. Wat een chaos, wat een chaos. Nou, het feestje gaat nog even lekker door. Hey! De politie staat gewoon lekker kijken, ja. Wat wil je doen? We hebben 2-0 gewonnen. We gaan door naar de volgende ronde. Hey. Nou, we zijn geëindigd op het dakterras bij een paar vrienden. Hey, laat je even horen. Hey. En om de vlog af te sluiten gaat Jaapie even een blik trekken. Laat je even horen voor Jaapie. Hey. Like, abonneer, subscribe. Deel deze video met al je vrienden. En tot de volgende keer. Ah, kom.